bizarste auto die ik in tijden heb gereden, jongens. Hop. Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede zonnige morgen. Waarschijnlijk de eerste zonnige dag van 2020. We made it. Vandaag is een hele vette dag. Wij zijn er namelijk op bezoek bij Pro Car Tuning in Aalsmeer. Recent was ik hier en de eigenaar vertelde mij: Sam, ik heb zo'n dikke Golf, bijna 500 pk. En vind je het niet leuk om daar een rondje mee te gaan doen voor je YouTube kanaal? En natuurlijk zeggen we daar geen nee op. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd, wat is er nou allemaal aangedaan? Dus dat gaan we eerst even vragen voordat we ermee op pad gaan. Let's go. Dylan, vertel. Ja, dit is een clutch voor 3 deurs die wij zelf helemaal omgebouwd tot een auto van 470 pk en 618 Nm. We hebben hem in ieder geval helemaal aangepast met een Wagner intercooler, een Miltek downpipe, een hybride turbo is erop gegaan, een Racingline R600 intake en een custom catback. Ook de Racingline turbo muffler delete en de inlet elbow pipe. En die zorgen ervoor dat deze auto 470 pk op de voorwielen doet. Hij is wel begrensd in de eerste en tweede versnelling om het wielspin tegen te gaan. Maar dat zorgt er wel voor dat het een monster is op de weg. Over het algemeen is mijn boodschappenlijstje kleiner dan wat je net opdoemt. Maar holy shit, hé, wat een ding. Sowieso een 3-deurs zie je ook niet heel erg veel. Hè? Nee. En ik zie hier de doorpol, is me net verteld, is dus aangepast naar een Golf R doorpol. Ja, met een Oettinger onderlijstje. Zitten andere wielen onder. Z-Performance. Maar op welke brandstof levert hij dit vermogen? Op 98. Op 98? Ja, gewoon op 98. Geen bioethanol erbij, gewoon 98. 470 pk. Ja. Holy shit, jongens. Ik denk dat we gewoon moeten gaan proberen. Het is, zoals je kan zien, een klein beetje vochtig, dus het wordt heel erg interessant. Let's go. Oké, we hebben het wel eens gehad over slechte weersomstandigheden om een bepaalde auto te testen. Dit is zo'n dag. Veel te veel, sterker nog bijna 500 pk dus op de voortrein. Volgt de omstandigheden, 5 graden, echt precies niet ideaal. De TCR van de vorige keer klonk wel inderdaad een stuk braver. Oké, here we go. Ja, dat is de klep dicht. Sorry. Ik zweer het. Dit zijn vlammen. Eerste meters. Je voelt gewoon de eerste twee versnellingen dat de auto gewoon volledig doseert. En dan vanaf de derde versnelling heb je dus pas het volledige vermogen. Ik heb op de een of andere manier het gevoel dat we daar never nooit in de buurt gaan komen vandaag. Ik doe hier heel voorzichtig. Hij is dus verlaagd. Jezus. Hij zet gewoon een stap opzij. Holy shit! Dit is serious business, jongens. Kuifstoelen, kekrapje op de achterkant, Alcantara stuurtje. Man! Een soort van alles aan het laten inzinken. De auto zet echt letterlijk een halve meter een stap naar rechts. Terwijl ik 50% gas gaf. Ja. Dat is niet gek.
uitlaatsysteem. TCR was leuk, maar in vergelijking met dit, DSG natuurlijk mega ziek. Ik probeer enigszins temperatuur in de banden te krijgen. Dat is niet heel erg makkelijk in deze omstandigheden. Wat? Hoe dit afgaat, jongens. Jongens van ProCartoon, ik vind dit heel vet. Dit is mega ziek, maar ik moet dit echt een keer rijden. Als het droog is. Ik zweer, je rijdt. Bijna alles van 100 naar 200 aan stroom. Ik weet het zeker. Nul naar 100 heb ik het denk ik maar gewoon niet over. Het schijnt rond de 3,9 seconden te kunnen. We zijn al blij mogen zijn als we de 4,9 halen vandaag. Als ik hier gas geef. Hebben we nodig. Holy. Dit is echt. Dit is misschien wel de bizarste auto die tijden heb gereden, jongens. Ik weet het. Sorry. Jesus Christ. Ja, en zo, voordat je het weet, zijn we weer terug in Aalsmeer. Zijn we weer terug bij de jongens van ProCartoon. Is dat de Golf GTI Clubsport. Met een, yet again, bizar aantal pk's weer op zijn plek, jongens. Holy shit. Wat een bizarre dag. En ik had het echt niet verwacht dat ik dat zo... Oh, hij is bizar. Ik denk dat dit echt zonder twijfel, zonder grappen, wellicht de bizarste auto, de wildste auto die we ooit op dit kanaal hebben gereden, jongens. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken van deze video. Laat in de reacties weten wat jullie van de GT Clubsport vonden. En dan zie ik jullie heel erg snel. Mazzelen!